Syrische vluchtelingen die gevlucht zijn voor een dictatoriaal regime, die Nederland dankbaar zijn voor het feit dat ze hier een veilig heenkomen hadden kunnen vinden en die nu graag ook een bijdrage leveren aan de toekomst van Nederland. En hier worden nu al 10 minuten lang alle Syrische vluchtelingen in Nederland afgeschilderd als profiteurs die hier koste wat kost willen blijven. Ik heb alleen mijn toekomst in Syrië verloren en begin hier om mijn toekomst opnieuw te bouwen. Ja. En daarom wil ik hier wonen. Ik heb mijn eigen droom dat ik wil mijn gezin verzorgen. Ja. En ik wil mijn dochter haar toekomst hier te bouwen. Zij is geboren in Syrië 2 dagen voor mijn huis verwoest was. Er was een bom dicht bij mijn huis en ik laat mijn schoonmoeder mijn kindje bakken en wij moesten van derde verdieping naar beneden. Daarna een taxidriver was op de straat en hij reed keihard naar een veilig gebied. En daarna de situatie was moeilijker en moeilijker. Daarom besloot ik naar Turkije te vluchten. Wij willen ook iedereen te vertellen dat Syrië is niet veilig genoeg op dit tijd. Rob en ik spraken vanochtend met, ik denk nu bijna 200 Syrische vluchtelingen hier in Nederland. Ik heb enorm respect, zoals u weet, en ik denk u allen, voor het feit dat ze hebben moeten vluchten. Ik was in Syrië voor het conflict en tijdens conflict. Het is een trots volk met een oude beschaving, een rijke traditie, een hoge manier van opleiding en ambitie. Zij zouden heel graag met u het gesprek aangaan om u te vertellen hoe het was om te leven onder Assad. Om te vertellen hoe het was om op een rubberbootje de Middellandse Zee over te steken. En hoe het was om hier in Nederland gasvrij te worden opgevangen. Ik vind het goed dat er is iemand in de Tweede Kamer die goede houding met ons heeft. We zijn hier veilig in Nederland en wij willen hier blijven en deelnemen aan de economie in Nederland.